Hallo, ik ben Matthijs, 16 jaar. Ik heb voor het CIOS gekozen omdat ik het een leuke opleiding vond toen ik er op de open dag langskwam. En het beviel me gewoon, de school en de sfeer die erin. En ik wist namelijk nog niet welke richting op wou. En met CIOS heb je heel veel keuzes, dus een hele brede opleiding. Mijn verwachtingen zijn dat ik veel ga sporten en veel ga lesgeven aan verschillende doelgroepen, zoals oudere kinderen, grootkinderen en misschien wel zelfs volwassenen. En wat ik graag met de toekomst zou willen van CIOS is dat ik uiteindelijk een sportleider word in een bepaalde kant. Ik sta nu op mijn oude voetbalclub ESA. Daar heb ik zo'n 8 jaar gevoetbald, tot onder 14. En heb ik mijn vader als verschillende keren als trainer gehad. En heb ik hier leuk gevoetbald. Nu sta ik op mijn nieuwe club Aldenia. En heb ik het hier erg naar mijn zin. En voetbal ik in de onder 19-1. En word ik ook wel eens gevraagd voor de onder 21-1 om daar mee te doen. En doe ik ook nog aan zaalvoetbal met mijn team. Met de space van mijn team uit de 19-1. En vind ik dat ook erg leuk om te doen. En nu ben ik bij Arnhemse Boys. Dat is waar ik stage loop, samen met Lucas. En heb ik het heel erg naar mijn zin. We geven les aan de JO 9-5 en de minis. En de minis zijn dan buitenlandse kinderen die geen Nederlands kunnen. En die geven wij dus training. Dan moeten we ook Engels praten en zo. En de kenmerken als sportleider zijn bij mij: ik kan goed met kinderen omgaan. Ik ben ook erg sociaal, vind ik zelf. En ik vind het gewoon leuk om met de kinderen te werken. Soms kunnen ze wel vervelend zijn, maar daar moet je ook mee kunnen handelen, zeg maar. Dus dat vind ik wel een leuke uitdaging. Hier achter me zien we het Vitesse stadion. Daar ben ik ook vaak te vinden, want ik ben een hele grote Vitesse fan. Ik ben al sinds mijn geboorte voor Vitesse door mijn ouders en door mijn familie eigenlijk. Ik ben kraak te vinden op de Zuidtribune. Dit is mijn sociale en fysieke omgeving, ook wel de Mac. Ik ben hier na school flink vaak te vinden. Ik ben hier met Lucas en Colin. Dit vind ik gewoon leuk om te zijn. De sportcultuur op Arnhemse Boys vind ik erg verschillend, want wij geven ook les aan buitenlandse kinderen. En ik vind het wel mooi om te zien dat er dan ook buitenlandse kinderen en gewoon Nederlandse kinderen samen spelen. Maar nu is het alleen een apart buitenlands team. Maar ze spelen ook samen, want wij geven ook les aan Neo 95. En daar speelt ook een buitenlands kindje in. En vind ik wel gewoon mooi om te zien dat het samen kan. En daarom vind ik ook dat ik erg goed binnen deze cultuur pas. En mezelf erg goed in terug kan vinden, zeg maar. Yo, bud.